Hoi tweelingen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Als je aanstaande zaterdag toevallig niks te doen hebt, de Happiness Talk in Tilburg-Reeshof heeft een tarotdag en daar ben ik ook aanwezig. Dus mocht je graag een meet and greet of even willen rondsnuffelen, dan ben je van harte welkom. Bel eventjes of kijk even op de website. Misschien zien we elkaar zaterdag. En dan gaan we nu beginnen met sterrenbeeld. Tweelingen, luchtteken tweelingen, derde teken van de dierenriem. En de planeet van tweelingen is Mercurius. Maar we zitten wel in het boogschutterseizoen en dat is jouw opposite teken. De boogschutter is van expansie. Dus we gaan even kijken welke expansie er voor jullie aan zit te komen. Of wat je graag wil uitbreiden, vergroten, vermeerderen. We zullen even kijken, sterrenbeeld tweelingen. Sterrenbeeld tweelingen. Oké, daar gaan we tweelingen. Oh, de aas van kelken. The big cup of love. Die door de hand van God wordt aangereikt. Dit is ook self-love. We zullen even kijken. Misschien wil je iemand een cup of love aanbieden. Maar ik zie ook de two of swords. En dat is jullie kaart tweelingen. De twee van zwaarden. Even kijken of het licht wel goed is. Ja. Twee van zwaarden is nog twijfel. Voor een bepaalde keuze, voor een bepaalde stap moet je naar je intuïtie luisteren en uit je hoofd. Je hoofd kan veel stuk maken. Hè? Als je dus go with the flow gaat en je bent in die flow, dan gaat alles vanzelf. Wil je het controleren, dan ga je in je hoofd zitten en er komen allerlei angsten omhoog. En dan gaat het dus niet zoals je het zou willen. Dus let op dat hoofd van jou en probeer elke keer weer terug te gaan naar die flow, transformatie van een bepaald iets. The Three of Cups reversed. Geen samenkomen, geen reunie. Iets moet getransformeerd worden voor die Big Cup of Love. Ja, de magie, dat ben je zelf. Je bent bezig te manifesteren, iets te bouwen. Je wil een happy future, je wil gewoon lekker, ja, dat alles happy is, je wil geen problemen, ja, healing van een pittige situatie. Dan de acht van zwaarden reverse is ook heel goed en de ridder van pentakels. Ja, zolang jij go with the flow gaat, als je iemand wil benaderen, tweelingen, dan is het belangrijk voor een happy uitkomst, dat je weet met wie je te maken hebt. En dat je niet al van tevoren een voorstelling of verwachtingen creëert van iemand. Van zo moet iemand zijn. Want als je verwachtingen creëert, dan betekent het altijd dat je... Het kan best zijn dat die persoon helemaal niet zo is waar je mee te maken hebt. Dus probeer die dingen in je hoofd tot bedaren te brengen. Want anders dan gaan ze jou straks ook weer tegenwerken. Als jij werkelijk een happy uitkomst wil met iemand, dan zul je moeten weten, aan de verwachtingen tegemoet moeten komen van wie is deze persoon, de juiste vragen stellen. Misschien wil je duidelijkheid en helderheid en krijg je maar een half antwoord. Dan zul je andere vragen moeten stellen. Er is natuurlijk niemand zo goed in communicatie als de tweeling. Dus probeer door middel van een leuke manier om ergens achter te komen. Maar niet door iemand door verwachtingen neer te zetten, door controle te willen uitoefenen, door iemand al in een box te zetten. Belangrijk is om daar op een aardige manier mee om te gaan, zodat je dus ook bij die plaats van bestemming komt. En als het gaat over de waarheid boven tafel halen, kijken waar je mee te dealen hebt, dan moet je dus de juiste vragen stellen en niet er al van uitgaan dat iets zo en zo is. Het kan zijn dat jij vindt dat iemand niet de waarheid vertelt aan jou, maar het kan ook een hele andere reden hebben dan dat jij ervan maakt. Dus als jij maar dingen aanneemt van iemand of je bedenkt zelf hoe de uitkomst is, dan kun je wel eens van een koude kermis thuiskomen, omdat alleen maar door middel van communicatie kun je erachter komen van
hoe het werkelijk zit. En misschien heeft deze persoon een hele andere achtergrond dan jij dacht. Misschien heeft deze persoon een heel andere levenservaring dan jij had gedacht. En dan plak je dus eigenlijk al iets op iemand wat niet klopt. Dus probeer om, als je dan wil weten hoe het zit en die duidelijkheid te ervaren, door ook je eigen verleden te healen, is heel belangrijk. Ik zie wel dat je daarmee bezig bent. Twee kaarten in reversed. Uit dat boksdenken komen en uit de Wounded Warrior. Hè? En ja, die aas van kelken, die ligt hier voor jullie. Dit is self-love op de eerste plaats. En het kan zijn dat er nog wat dingen getransformeerd moeten worden uit het verleden. Want ik zie die Three of Cups, die reunie, dat samenkomen, happy ever after, het glas heffen samen, die is nog omgekeerd. En het kan zijn dat er drie partijen in het spel zijn. En dat hoeft niet iets negatiefs te zijn. Het kan ook zijn dat, weet ik veel, wat er als derde partij is, werk, financiële dingen, kinderen, exen, noem maar op. Drie partijen kan, hoeft niet alleen maar relatie te zijn, maar kan ook meerdere dingen zijn. Dus je moet een open mind hebben, wil je je tot iemand kunnen verbinden op een happy manier, maar het moet wel zo zijn dat het vanuit de flow gebeurt. En daarbij moet je je eigen wonden goed hebben aangekeken. Je moet ook kijken van, heb ik genoeg aan mijn eigen healing gedaan, zodat het verleden niet zich herhaalt als ik me met iemand wil verbinden. Hè? Heb ik genoeg gewerkt, heb ik genoeg gekeken naar wat ik zelf moest doen? En met de Two of Swords ben je geneigd om van die flow weer in je hoofd te zitten. En nou is het de kunst om in die flow te blijven, tweelingen. Om dus niet elke keer dat hoofd ertussen te zetten, maar go with the flow. Dus gebruik je hart, gebruik je intuïtie. En blijf daarbij. Blijf daarbij als je in verbinding wil zijn met iemand. Blijf in die flow, blijf in je hart. Want als jij met je hoofd allerlei dingen gaat bedenken of alvast verwachtingen creëert, dan zou je dus inderdaad van een koude kermis thuis komen, omdat je namelijk zelf dingen uit je eigen verleden op iemand plakt. En dat eigen verleden, daar moet eerst peace gemaakt mee worden. En dan kun je ook vertrouwen op je eigen intuïtie. Dus eigen intuïtie, go with the flow, niet in controles, niet in dingen willen controleren, maar een open-minded en een open communicatie, wel in verbinding met jezelf, met je intuïtie, met je hart. Dat is belangrijk, want we gaan in de boogschuttertijd vermeerderen, uitbreiden. Het is meestal een happy tijd, zolang je go with the flow, tweelingen. Nou, misschien zie ik jullie zaterdag en anders tot de volgende keer. Doei doei!